Als ik het goed begrijp, stel je me gewoon voor het blok. Nou, van je vrienden moet je het maar hebben, Rien. Arnie, het ging allemaal zo snel. Panorama wilde een interview met de girl next door. Linda was de meest voor de hand liggende oplossing. Nou, en jij denkt dat Annette dat ook goed vindt? Het was haar idee zelfs. Kijk, jullie wilden allebei geen publiciteit. Op deze manier profiteert iedereen ervan. Nou, ik blijf het een achterlijk plan vinden. Ten slotte is het mijn muziek. Maar ja, als Annette het ook goed vindt, kan het me niks schelen eigenlijk. Oké, dat is dan geregeld. Bovendien, jullie hebben je contract al getekend. Ah, Emiel, trek binnen. Je compagnon is er ook al. Hey, bedankt, Arnie. Heeft u al verteld over Linda? Annette belde me net op. Arnie is volledig op de hoogte. Heb je me ook verteld dat je mij zo belazerd hebt? Waar heb je het al? Je weet toch dat dat Rien mij heeft overgehaald om hem voor 40% te laten delen in de platendeal? Net die platenmaatschappij gebeld om te vragen hoe het staat met mijn 40%. Nou, ik had beter even de kleine lettertjes kunnen lezen, hè, Rien? Ik kan het allemaal uitleggen, Emiel. Ja, dat zal best, ja. Wat wil je nou eigenlijk zeggen, Emiel? Wat ik wil zeggen is dat ik een contract heb getekend dankzij Rien Hogendoorn en dat mij zeggen en schrijven 5% van de royalties oplevert. Omdat jij alleen de techniek deed, als sta je dan als producer vermeld. En je mag blij wezen dat je dit nog krijgt. Zaken zijn zaken. Ja, jouw zaken zal je bedoelen. Er is één, Emiel. Zet nooit je handtekening voordat je de zaken grondig bestudeerd hebt. Ja, en les 2, Rien. Draai je vrienden vooral een poot uit als je er zelf beter van kan worden. Wie is de volgende? Ik? Annette, wat voor een contract hebben wij getekend? Je kan toch lezen? In mij valt niks te verwijten, hoor. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. De enige fout die Emiel heeft gemaakt is om jou erbij te halen. Zonder Emiel was die hele plaat nooit van de grond gekomen. Het was zijn idee. Kortom, je stelt nu een contract op waarin staat dat je jouw inkomsten uit de exploitatie van de plaat voor de helft deelt met Emiel. 50-50, Rien. Dat is bespottelijk. Ja? Ja. Nou, ik zou het maar doen als ik jou was. Anders maak ik de pers even haarfijn duidelijk wat voor goedkoop oplichtertje jij bent. En wie de echte girl next door is. Dat zou ik niet doen als ik jou was, Annie. Ik ben niet de enige die dan door de mand valt. Wat dacht je van Annette en Linda? En ik weet hoe je op hun gesteld bent. Nee, dat lijkt me helemaal niet zo goed idee. Dat je Jeff zo ver weet te krijgen. Nou, dat was niet makkelijk, dat kan ik je wel zeggen. Dag mevrouw. Hi. Hey. We kunnen zo aan tafel. Prima. Is Arnie thuis? Nee. Nou, dan ben jij de eerste die het mag weten. Zodra ik naar Amerika ga, dan komen Jeff en Karen hier wonen. Dat is fantastisch. Ook voor Arnie natuurlijk. Ik ga even de auto wegzetten. Ja. Heeft Jeff nog gezegd hoe lang het ging duren? Nou, hij zou rechtstreeks uit zijn werk zou hij hierheen komen. Kan ik je ergens mee helpen? Nou, tegenwoordig gaat alles vanzelf met die moderne apparaten, mevrouw. Zeg maar, Karin, hoor. Goed. Wanneer denkt u hier te komen wonen? Nou, ik denk al binnen een week. Oké, dan zal ik morgen maar beginnen met verhuizen. Waarom? Nou, we struikelen nu al zo wat over elkaar en ik trek wel zo lang bij mevrouw Helmink in. Nee, dat wil ik niet hebben, hoor. Maar nee, dat Jeff en ik hier komen wonen, dat hoeft niet ten koste van anderen te gaan. Maar nee, luister nou even, Annette, ik meen het. Dit huis is groot genoeg voor ons allemaal. Ik sta erop. Oké? Nou, goed dan. Dank u. Karin. Karin. Hi, schat. Ben jij Robert nog tegengekomen? Ja. Schenk je wat te drinken voor ons in. We hebben tenslotte wat te vieren vandaag. Karin. Ik heb slecht nieuws. Oh? Volgens Robert was alles in orde. Ik kreeg vanmorgen een telefoontje. John is ontslagen. Ontslagen? Waarom? Zelf niet gesproken. Hij schijnt gisteravond zijn koffers gepakt te hebben met de Noorderzon vertrokken te zijn. Laat nou maar, ik laat me niet ompraten. Linda, Rien is niet te vertrouwen. Iemand hoeft maar zijn mondje voorbij te praten en jij krijgt schuld, hij niet. Ja, wat kan er nou misgaan? Jullie zien het allemaal veel te somber in. Ik wil je alleen maar waarschuwen voor wat er zou kunnen gebeuren, dat is alles. Wat er gebeurd is dat ik eindelijk eens een kans heb gekregen om te laten zien wat ik waard ben en die laat ik me niet zomaar afnemen. Maar als het misgaat, kan je hele carrière verder wel vergeten. En trouwens, een loopbaan met Rien als manager, dat wordt toch een ramp? Nou, Rien is anders wel de enige die me gelooft. En jij wilde het niet nog eens proberen en ik wel. Dat staat hier helemaal buiten, Linda. Maar je geeft nog wel genoeg om dat je me even komt waarschuwen. Ik kan gewoon niet aanzien dat Rien je op deze manier gebruikt. That's it.
Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Wat dit betreft bepaal ik wat er gebeurt. Maar ik vind het wel erg lief van je dat je zo bezorgd om me maakt. Jij bent mij enige uitleg verschuldigd. Laat me met rust, Willem. Heb jij Peter gevraagd om hier te komen? Connie is naar hem toe gegaan. Ik had liever dat hij niet kwam. Het had toch geen enkele zin. Als jij probeert om Peter tegen mij op te zetten, dan zul jij eens wat merken. Waarom laat jij ons niet met rust? Waarom ben jij hier eigenlijk nog? Ik ga wanneer het mij uitkomt. Ik heb nog wat zaken af te handelen en dan ben ik verdwenen. Hou dat heel goed in de gaten. Ik weet het liever niet. Wat weet jij liever niet? Laat maar. Ik wil niet weten wat je allemaal uitspookt. Maar wat ik wel weet is dat het niet veel goeds is. Als ik jou was, zou ik mijn mond maar houden. Begrepen? Hey, het spijt me dat ik je zo afblafte vanmiddag. Je had gewoon gelijk. Ik had het gedoe met die pleegfamilie van mij aan Helmut moeten overlaten. Ik word veel te snel driftig. Ach, laat maar zitten. Wat zit je nou te lachen? Nou, ik moest eraan denken wat mijn ouders zouden vinden als ze me hier zouden zien zitten. Mijn familie. Nou, je gaat toch bijna naar huis? Dan kan je het je hele verhaal in geuren en kleuren vertellen, inclusief de smakelijke details. En oh, wat zullen ze lachen, zeg. Ah, oh, dat die opgeschoten jonge lui in zo'n opvangcentrum. Dat zou ik toch nooit doen, Peter. Daarvoor is dat werk veel te belangrijk. Ook voor mij trouwens. We zullen je wel missen. Ik zal je ook wel missen. Ik moet je iets vertellen. Ik ga niet mee met mijn vader. Ik blijf hier. Bij jou.